Gerard Sanderink stopt als lid van de Raad van Commissarissen bij De Graafschap. Diverse media berichten dat de excentrieke tukker een maand na zijn aanstelling als lid van de Raad van Commissarissen de handdoek uit onvrede in de ring gooit. Sanderink is eigenaar van het IT-bedrijf Centric en was met meerdere shut-sponsor van De Graafschap. De Graafschap stelt in een bericht op de website verrast te zijn, maar wil niet reageren voor ze Sanderink zelf hebben gesproken. Het waterschap Rijn en IJssel is blij dat de zeldzame vissen moederkruiper, bittervoren, beekdonderpad en beekprik terug zijn in Achterhoekse rivieren en beken. Ecologen van waterschap Rijn en IJssel hebben ze ontdekt. De zeldzame vissoorten zijn onder meer gevonden in de koffiegoot en de berkel. Het openluchttheater in IJbergen heeft afgelopen zomer een bezoekersrecord gevestigd. Ruim 13.000 bezoekers bezocht het amfitheater in het centrum van het dorp. Het oude record kende 10% minder bezoekers en dateerde uit 2010. Het dansfestival Heaven Ice Day was met ruim 3000 bezoekers afgelopen seizoen de grootste publiekstrekker in IJbergen. De gemeente Rijnwaarden verwacht pas in 2018 gebruik te kunnen maken van de nieuwe overnachtingshaven voor schippers. Rijnwaarden heeft drie locaties op het oog. Dit zijn de recreatieplas de Bieland en de oude Waal in Tolkamer. En de spijkse uiterwaard de bijenwaard. In een overnachtingshaven kunnen schippers de nacht doorbrengen. Het ambitieuze plan kost 120 miljoen euro. Het Rijk vindt dat er in Rijnwaarde een haven moet komen, in opdracht van de gemeente Doetegum wordt maandag met de nieuwe werkzaamheden aan de Hareweg in Doetegum gestart. De werkzaamheden duren vijf maanden. Deze werkzaamheden komen voort uit het plan Veilig en Bereikbaar Doetinchem Noord. Op 1 juli 2010. Heeft de gemeenteraad al besloten de Harenweg en Kruisbergseweg opnieuw in te richten? Hierover is uitvoerig overleg geweest met onder meer de omwonenden van deze twee wegen. De gesprekken hebben geleid tot het plan.